Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik dacht, ik heb alweer eventjes geen video laten zien in wat ik allemaal heb gekocht aan eten. Dus ik denk, ik ga dat even met jullie delen. Ik ben bij een grote supermarktketen geweest. Ik ben nog bij twee grote supermarktketens geweest. En deze was €20,09. En daarvan heb ik volgens mij 7 bananenpakketjes gehaald. Peertjes, mini of baby boerenkool, een baby spinazie, nep kipstukjes van Vivera. En deze zak blauwe bessen. Daarna ben ik naar de andere grotere supermarkt geweest. En daar heb ik nog meer blauwe bessen, maar gewoon kleine pakjes. Want dat vind ik soms makkelijker te verdelen voor bij de lunch. Frambozen, een acai pakketje, gewoon voor door de smoothie. Een bonenburger. Let op, want niet alle bonenburgers zijn vegan. Als je het vegan wil hebben. Deze waren in aanbieding, courgettes. Kaas. Die zijn natuurlijk een van de duurste dingen, maar dat is logisch. Omdat je betaalt voor dat wat er niet in zit. Dan hebben we hier sla, als gewoon als extraatje, van die langere bimis, ook wel lekker gestoomd, haricots, biologische champignons, dan spelt, pitta's, gewoon vind ik lekker voor af en toe, zet ik eens erbij, mihoen en teriyaki saus en nog oh, pinda's. De ongezout. Ik dacht dat cashewnoten waren. Goed, zo lekker scherp van mij. Dat heb ik dus allemaal gekocht. En ja, hopelijk hebben jullie er wat aan. Heb je vragen of andere dingen? Laat het natuurlijk beneden in het commentaar achter. En ja, wens ik je een hele fijne dag verder. Hi!